Hey, ik heb vandaag zin om te praten over dingen die ik leuk vind, ja? Dus vandaag ga ik een aantal van mijn favorieten bespreken. Geen idee of dat nog een ding is hier op YouTube, maar vroeger had je lifestyle en beauty YouTubers die dan aan het eind van de maand zeiden van dit waren de favorieten van april. Weet je, dit jaar bestaat dit YouTube kanaal 10 jaar en misschien word ik daardoor een beetje... Krijg ik een beetje nostalgische feelings. En wil ik weer wat dingen die vroeger op YouTube een ding waren ook zelf een keer doen. Dus hier ben ik. Ja, leuk. Laat ik beginnen met dit geweldige shirt. Het is mesh. Dus ik moet er uiteraard een topje onder dragen. Hij is van Collusion. Ik heb hem gekocht via Vinted. Volgens mij is dit een mannenmodel. Misschien is het een unisex model. Ik weet ook niet meer welke maat het is. Die mouwen zijn eigenlijk veel te lang, want ze zitten zo. Maar ik vouw ze gewoon naar binnen. Ik ben helemaal gek op vintage en tweedehands shoppen. Niet alleen omdat het veel goedkoper is en meer een uitdaging is om unieke dingetjes te vinden. Maar ook omdat het veel beter is voor het milieu. De fast fashion industrie is de één na meest vervuilende industrie ter wereld. Ik wil daar nog een keer een aparte video over maken. Maar dat komt een andere keer. Nu we het toch over tweedehands hebben. Een van mijn favoriete dingen is Vinted. En nu denken jullie misschien dit is een gesponsord iets. Dit is niet een gesponsord iets. I wish. Ik gebruik Vinted gewoon heel veel om zelf op te kopen. Ik heb best wel een boekenverslaving. Waardoor ik ook door de jaren heen wat boeken heb gekocht die gewoon niet aangeraakt zijn. En die gewoon weg konden. Ik was het al een tijd aan het uitstellen en toen dacht ik misschien, als ik het doe voor een goed doel, dat ik dan wel eindelijk die boeken ga uitzoeken. Dus ik heb ervoor gekozen om boeken te verkopen en dan de opbrengsten naar War Child te laten gaan. Dat heb ik via Vinted gedaan en ik denk dat ik nu iets van 20, 23 boeken heb verkocht. Dit is het geld dat ik er tot nu toe mee opgehaald heb. Very good, very nice. Dus ben je nou geïnteresseerd in tweedehands boeken en het steunen van een goed doel? In dit geval War Child. Ga dan naar mijn Vinted en misschien kom je wel wat leuks tegen. En om dan nog iets te delen wat ik ook tweedehands heb gescoord. Kijk nou. Zien er toch tiptop uit? Hoe duur waren deze? Ik denk dat ik deze voor 20 euro op de kop heb getikt. 20 euro. Deze nieuwe zijn volgens mij 80. 20 euro. En ik vind dit soort schoenen altijd zo moeilijk om te kopen. Want dan denk ik, ja, waar ga ik ze bedragen? Ik heb ze nu ook nog niet gedragen. Maar ik denk voor die 20 euro, I can at least try. En ik vind vast wel een keer iets waarbij zou passen. Ik heb ook een beetje getwijfeld of het hierbij paste. Maar toen dacht ik, ja, dit is meer heel erg fel. En dit is meer pastel. Ja, dit werkt denk ik niet. Maar ooit ga ik wel een outfit vinden die hierbij past. Soms kun je ook, zeg maar, kleding kopen voor bij je schoenen. Niet schoenen voor bij je kleding. Oké. Dan heb ik mijn nieuwste baby. Deze lamp. Hij is geweldig. I love it. Je kan hem dus zo neerzetten. Ja, ik heb hem even zo gepakt. Dat is makkelijker. Kijk nou. Hij is zo mooi. 3, 2, 1. Oké, het valt wel mee zo. Maar ik vind hem best wel fel. Maar dat is prima. En je kan hem ook helemaal zo zetten. En zo. En dan heb ik hem op mijn nachtkastje. En dan kan ik hier zo'n boekje opzetten. Maar hij zou dus op de zijkant van je nachtkastje moeten leunen. Maar dat vind ik eng. Want ik ben bang dat hij valt. Want dit is best wel zwaar. Dus dat doe ik niet. Maar ik zet hem gewoon zo tegen de muur. En dan chillt hij zo op mijn kastje. I love it. Very nice. I like it very much. Yes. Dit ding. Deze opblaas... Hoe noem je dit? Hoe noem je dit ook alweer? Het is een speelballon. Maar dan een hond. Weet je wel wat clowns doen met ballons? Ballonnen. En dan ga ik ze een figuur van maken. Hij is kapot. Zie ik net. Ik heb deze vintage op de kop getikt. Er stond al bij. Er zat ooit een lampje in. Die doet het niet meer. Maar ik dacht, ik vind hem zo schattig. Ik ga hem gewoon ergens neerzetten. Ik wist niet dat die glow in the dark was. Dus dan doe je alles uit en dan staat deze te glimmen. Which makes it even better. Stijn vindt hem niet zo mooi. Maar again, niet mijn probleem. Ik vind hem geweldig. Ik heb hem gekocht tweedehands via een Instagram account. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Maar ik vind het... Hier zit ergens een lampje die je nog kan horen. Maar die doet het niet meer. I don't care. Hij is fantastisch. I'm looking at his hole right now. Oh, ja. Ik ga nu mijn favoriete boek erbij pakken. Van die, zeg maar, die ik recent heb gelezen. Dit is Take Me With You When You Land van David Levithan en Jennifer Niven. Ik was op zoek naar boeken waarin ze mails naar elkaar schreven. Dus dat het boek was opgesteld uit mailtjes naar elkaar toe. Toen kwam ik deze tegen. David Levithan, daar heb ik al een aantal boeken van gelezen. Hij is echt geweldig. Volgens mij heb ik van Jennifer ook wel eens boeken gelezen. Maar dat is wel een tijd geleden. Anyway, toen ik zag dat het door David Levithan geschreven was, dacht ik dat het kan niet anders dan goed zijn. Geen één moment is dat je denkt, oh, het is een beetje laid back. Het gaat gewoon, je moet aanstaan wanneer je dit boek leest. Het is aan. Vanaf pagina 1. Het gaat over een broer en een zus. Bia
en Ezra. En Bia loopt weg. Bia is weggelopen. Ze laat wel een e-mailadres achter waar Ezra dan naartoe kan mailen. Zij is dus weggegaan, want ze zitten in een abusive huishouden. Hun moeder en hun stiefvader, dat is gewoon niet zo goed. Die moeder is gewoon verblind door die vent. En die vent is een mishandelaar. Is echt een rare guy. Ik kan niet te veel zeggen, want ik wil het niet spoilen. Maar er gebeuren dingen in het boek, jongen. Op een gegeven moment gaat Bia op zoek naar de vader. Naar hun vader. Nou, ik kan verder niks zeggen, want ik wil niks spoilen. Maar het is echt geweldig. Ik denk dat ik op de eerste dag 154 bladzijden had gelezen. Nou, dat is een lange tijd geleden dat ik zoveel heb gelezen op een dag. Ik vind hem geweldig. En dan nog een allerlaatste item die ook mijn favoriet is. Ondanks dat het eigenlijk iets lekkerder weer moet zijn. Maar het heeft recent weer gesneeuwd. Dus ik kan dit item er op zich wel weer bij pakken. Dat is deze trui. En hij is zo lelijk. Maar ik heb hem ooit gejat van Stijn toen ik het een keer koud had. En sindsdien is hij gewoon van mij. Het is gewoon mijn trui. Het is niet dat ik zo'n meisje ben die zegt, oh, ik draag Stijn's trui. Want als hij dan niet is, dan kan ik eraan ruiken. Nee, dat hoeft niet. Het is gewoon, als ik dan aan het editen ben, dan doe ik zo die dingen zo aan. En dan, wacht, let op, hè. Het is gewoon helemaal mijn edit trui. Dit is ongeveer hoe ik eruit zie als ik aan het editen ben. Die puntmuts geeft niet zulke goede vibes. Dus ik doe het even zo. Maar it's my favorite. En op deze manier voel ik me gewoon helemaal zo lekker. Zo van, oh ja, ik ga een videootje editen. Maar tegelijkertijd ben ik lekker comfortabel. Heerlijk. Geef deze video gerust een duimpje omhoog. Laat me weten wat jullie favoriete ding is hier in de comments. En hier is een video waarin ik een boekbang ging doen. Dat is een mukbang waarin ik praat over boeken. En hier is een andere video. Oké. Tot volgende week donderdag. Bye.